Dag dames en heren. De eerste regio in Nederland heeft zomervakantie. Met het oplopen van het aantal coronabesmettingen is het nog maar de vraag of we Europa in mogen de komende weken. En daarom kijken we bij de 30-daagse weersverwachting vooral of we in Nederland nog een beetje zomerweer krijgen. Het ziet er naar uit dat we volgende week vooral heel warm weer ten opzichte van normaal kunnen verwachten. In het noorden en oosten van Europa. Op de weerkaart achter mij is dat heel goed te zien flink wat afwijking in de plus wat temperatuur betreft in Scandinavië, de Baltische Staten en Wit-Rusland. En opvallend is natuurlijk het veel koudere weer in onze omgeving, vooral ten zuiden van ons, delen van Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, en ook in Spanje en Portugal is het niet heel warm. Dit weekend wordt het overigens wel heel warm in het binnenland van Portugal en Spanje, meer dan 40 graden op sommige plaatsen. Maar na het weekend gaat de temperatuur omlaag in dat deel van Europa, zodat we daar niet echt hele grote afwijking. Zien. De koele temperaturen ten zuiden van ons worden bepaald doordat lage drukgebieden daar actief zijn. Kleine lage drukgebiedjes met daaromheen getold, veel bewolking en een aantal buien, en dat drukt natuurlijk de temperatuur. Het zijn niet de actieve oceaandepressies die opkomen, die liggen op ruime afstand. Kijken we naar de komende 15 dagen, dan zien we dat de temperatuur in ieder geval de aankomende week zo schommelt tussen de 20 en af en toe 25 graden. Vrij normale waarde voor de tijd van het jaar, moet ik zeggen. Misschien een fractie eronder. Gedurende de 15-daagse periode zien we een klein herstel. In de week die hier opvolgt zien we zelfs dat de temperatuur richting zo'n 25 graden gaat. En de kans op een zomerse temperatuur van 25 graden of meer bedraagt geleidelijk aan zo'n 50 procent. Sterker nog, er zijn zelfs signalen, minimaal weliswaar, dat we een keer een tropische 30 graden kunnen meten in Nederland. Dus wat temperatuur betreft echt wel herstel tijdens de komende 15 dagen al. En niet alleen wat betreft de temperatuur ook de neerslagkansen nemen af, want tot midden volgende week is het wisselvallig met af en toe buien. De neerslagkansen zijn hoog, maar in de loop van volgende week en met name in de tweede week zien we toch duidelijk minder kansen op buien. Droog, helemaal droog, dat zal het niet worden, maar het wordt wat minder wisselvallig en met meer zonneschijn en wat hogere temperaturen is het natuurlijk prima weer om in Nederland op de camping te staan. Op de weerkaart zien we ook terug waar die weersverbetering vandaan komt. En dat heeft te maken met een opbouwend hoogdrukgebied ten noorden van onze omgeving. Vooral het ECMWF-model. Waar deze 30-daagse weersverwachting op gebaseerd is, laat dat heel duidelijk zien. De berekeningen van de Amerikaanse computers zijn overigens wat minder scheutig met hoge druk ten noorden van onze omgeving. Maar laten toch ook wel wat signalen zien. Met hoge druk ten noorden van ons en wat meer afwijking in de min wat luchtdruk betreft ten zuiden lijkt de wind wat meer vanaf het continent te komen en dan kan die warmte uit Oost-Europa dus ook wat makkelijker tot onze omgeving doordringen. En met meer invloed van hoge druk kun je natuurlijk uh, vergif op innemen dat het op heel veel plaatsen eerder droger dan natter dan normaal is. Maar er komt wel wat verandering in, want tijdens de maandwisseling zien we bijvoorbeeld dat dat hoge druk bastion ten noorden van ons wat minder nadrukkelijk naar voren komt... We zien zelfs dat die uitbreiding van lage druk afwijkingen in de min wat naar het noorden verschuift. Geen actieve oceaanstoringen, maar wel kleine lage drukgebiedjes die in de warmste fase van het jaar boven het continent tot ontwikkeling komen en af en toe doordringen tot onze omgeving. En ze veroorzaken dan soms wat buien, misschien ook wel eens een keer een verregende dag, maar geen langdurige wisselvallige periode. Wel zien we dat juist in deze periode de neerslagkansen, de neerslaghoeveelheden iets boven normaal gaan uitkomen. En de temperatuur die doet het dan weer wat rustiger aan. De warmte zit nog steeds in het noorden van Europa. Nou, als we dat dan allemaal op een hoop gooien, dan zien we voor de komende weken dat we geleidelijk aan een overgang krijgen naar iets warmer weer dan normaal. Met af en toe toch ook nog wel een aantal buien. Maar als we alles op een hoop gooien, ziet het er voor een vakantie in eigen land eigenlijk helemaal niet verkeerd uit. Tot volgende week.